Hi, het is vandaag tijd om iets wat anders te gaan doen dan bewegen. Het is volgens mij heel belangrijk om ook te ontspannen en je spieren weer even op te rekken. Dus ik heb vandaag een stretch routine voor jullie. We gaan alle spieren van het lichaam even bij langs om helemaal lekker op te rekken. Voor mijzelf vind ik dat heel belangrijk omdat ik, zoals jullie inmiddels weten, 2 keer per week bodypump geef. En daarmee maak je je spieren best wel wat korter. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel heel goed voor je lichaam, maar dan vind ik het ook belangrijk om de spieren weer even goed op te rekken. Oké, zorg dat je gemakkelijk zit in de kleding aan het. Het moet nergens knellen, je moet er geen last van hebben. En ik vind het zelf prettig om het op blote voeten te doen. Natuurlijk mag je dan ook sokken of schoenen aantrekken als je dat prettig vindt. Oké, doe maar mee. Kom liggen en maak je lang. En duw je handen van je weg en duw je tenen van je weg. Maak je zo lang mogelijk. Dan loop je met je handen richting die borst. Duw je je bovenlichaam wat omhoog. Je heupen blijven op de grond liggen. Kijk recht vooruit, ontspannen. En je duwt jezelf verder op. En je komt met je billen op je hakken zitten. En rek de onderrug. Keurig. Kom omhoog en kom zitten op je billen. Ga naar de achterkant van de bovenbenen. Tenen wijzen recht omhoog. En je komt met de rechterrug ietsje naar voren en probeer je tenen aan te raken. Als je wil mag je je tenen punten en kom nog ietsje verder. Hou hem vast, blijf ontspannen en adem rustig door. Keurig, dan pak je van 1 voet de enkel. Die leg je in 90 graden ten opzichte van de ander. En je komt naar achter. Dit voel je op de voorkant van het gebogen been. Als je niks voelt, kom je nog ietsje verder naar achter hangen. Oké, gaan we naar het andere been. We houden een stretch oefening telkens ongeveer 8 à 10 seconden vol. En je komt naar achter leunen. Keurig. Dan de benen wijd. En we komen naar 1 kant. Houd de rug ook weer lang, borst vooruit. Voel dit in de binnenkant van je bovenbeen. En ook al wat in je rug. En de andere kant, ontspan. Blijf rustig doorademen. Je mag best wel trekken voelen, maar geen stekende pijn geven. Oké, heel goed. En dan komen we zitten. Met de billen naast je voeten. En leun wat naar achter. Kijk of je helemaal op de grond kunt komen zitten. Sommige mensen kunnen helemaal gaan liggen. Ook prima. Kijk hoe ver je kunt gaan. Oké, dan komen we zitten op 1 knie en 1 voet. Rechtop, buik is aangespannen en duw naar voren. Dan rek je de spier die hier loopt. Oké, arm doe je omhoog, maak je lang. Kijk naar voren, hou je lichaam stabiel. Keurig, ontspan. En de andere kant. Naar voren, arm omhoog. Adem rustig door.
kom je weer zitten. Voeten plaats je tegen elkaar. En je duwt je knieën wat naar buiten. Zoals je ziet ben ik hier heel erg stijf. Je zult misschien verder komen, prima. Duw je knieën verder naar buiten. Blijf rechtop zitten. Super, op naar de billen. Eén been strek je uit. Andere voet naast je bovenbeen. En trek je knieën aan. Je voelt het aan de zijkant, bij de bilspier. En de andere kant. Blijf weer rustig doorademen, ook tijdens de oefeningen. Trek de knie naar je toe. Zoek dan een ontspannen houding. Mag een kleermaker zitten zijn, mag ook met de benen lang. Arm komt voorlangs en die trek je aan met de ander. Hou de schouder laag. Ik zie heel vaak dat mensen dit gaan doen, maar hou hem laag. Keurig, en de andere kant. Trek hem aan, schouder laag. En één hand tussen je schouderbladen, duw hem aan met de ander. En wissel. Kijk weer schuin naar voren, houd de nek ontspannen. Goed, en dan komen we staan. Twee handen buig je naar voren, maak je bol. Trek de bovenrug. En twee handen achter je, maak je bol. Duw je borst vooruit, kijk of je je arm omhoog kunt brengen. Doe je één hand in je zij, andere hand overheen. En je zet je been achter het andere. Eigenlijk daarnaast. De zijkant van het lichaam. En de andere kant. Ten slotte de nek. Heel klein beetje druk op het hoofd. Niet te veel. Net de rek voelen aan de zijkant van de nek. En de andere kant. Heel goed. Zwiebel alles nog even lekker uit. Ontspan. Dit was mijn stretchroutine. Als het goed is voel je nu je hele lichaam lekker tintelen, alle spieren lekker lang. Ik raad je aan om even goed te drinken hierna, zodat je goed je lichaam de kans geeft om de afvalstoffen te vervoeren. Ik hoop dat je het leuk vond. Even heel wat anders op optimavita.nl. Maar het kan zeker niet ontbreken in een goede trainingsroutine of een gezonde leefstijl. Ik wens jullie heel veel succes en tot de volgende keer. Doei doei!